Hoi, mijn naam is Jantje bij de handje. Die ene bij de hand, jongeman. Eigenlijk ben ik gewoon een man. Maar goed, die ene bij de hand, jongeman die er altijd wordt uitgestuurd om zijn grote mond. Maar dit jaar wordt dat anders. Hoop ik. Maar goed, ik heb jullie laatst verteld over mijn eerste schooldag. En die ging... slecht! Ik haat school en school haat mij. Mooi. Maar goed, ik heb jullie laatst verteld over mijn eerste schooldag. Die ik kreeg... meer dan 1000 duimpjes omhoog. Dus ik dacht, hé, misschien willen jullie ook wel weten hoe mijn tweede schooldag ging. Dus, dat ga ik nu vertellen. Ik had een doel. Is jullie school al begonnen? Dan gaan jullie me een beetje begrijpen, oké? Maar goed, ik had een doel. Ik wilde niet te laat komen. Ik had motivatie. Ik had inspiratie. Maar de tweede schooldag ben ik te laat gekomen. Doei met dat doel. Doei goede voornemen. En waarom kwam ik te laat? Omdat het een nieuwe school is. He? Ik moet nog weten waar alles is. Ik wist niet waar het lokaal was. Dus, wat gebeurde er toen? Ik rende een lokaal in, deed de deur open, ging naar binnen, wilde zitten, keek om me heen. En ik dacht, chips, dit is niet mijn klas. En toen dacht ik, of toch wel. Want gisteren was mijn eerste dag en eigenlijk herken ik nog steeds niemand, want ze boeien me allemaal niet. Dus, is dit wel mijn klas of niet? Maar ja, aan de rare blikken die ik kreeg van alle klasgenoten. Oh nee, want dat was mijn klas niet. Van alle leerlingen. Kon ik zien dat dit niet mijn klas was. Maar ze keken echt heel raar. Of misschien keken ze zo omdat mijn broek een beetje gezakt was en mijn Teletubby boxershort te zien was. Nou, dat zal het niet zijn. Maar goed, ik zoeken. Niet vinden en toen wist ik het. Oh, ik kom te laat. En weet je wat ik doe als ik te laat kom? Dan maakt het toch niet meer uit hoe laat ik kom. Want ik ben toch al te laat. Dus of ik nou 5 minuten te laat ben of 10 minuten te laat. Ach, wat boeit het. Die instelling moet iedereen hebben, toch? Dus ging gewoon rustig chillen in de kantine. Gezellig. Alleen. Maar ik vond het helemaal vredig. En toen kwam iemand met mij praten. Hey, ben jij ook nieuw op deze school? Ja, dat ben ik. Oké, ik ook. Oké. Doei. Misschien moet ik gewoon wat vriendelijker worden. Komt goed. Maar in ieder geval, jullie kennen dat wel. Jullie zitten ook misschien op een nieuwe school. De lokalen vinden, het is gewoon altijd moeilijk. Dus ik chill in de kantine. Uiteindelijk dacht ik van, hé, ik ben al 20 minuten te laat. Laat me richting de les gaan. Laat me hem verder zoeken. Na een tijdje zoeken, jongens, had ik het gevonden. Ik kwam de les in. En ik werd weer raar aangekeken. En ik dacht, hè? Misschien is het toch wel die Teletubby-boxer, ja. Misschien wel. Maar goed, nu zijn alle ogen weer op Jantje bij de handje. Iedereen aankijken van, hoe, wat gaat het nu worden? En de juffrouw zegt, waarom ben je te laat, Jantje? En ik zo, ja, ik wist niet welke lokaal we zaten. Dus ja, het is een nieuwe school en daarom ben ik te laat. Sorry, juf. En weet je wat ik zo vervelend vind? Ze vragen je waarom je te laat bent. Je geeft de echte reden. En vervolgens zeggen ze gewoon dat je jokt. Of kijken ze je gewoon aan alsof je jokt. En toen zei ik, oh, ik neem het terug. Beetje heen en weer, beetje bekvechten. Uiteindelijk mocht ik gaan zitten. Yes! Toen ik weg was, in dat half uur dat ik heb gemist, deden ze weer een namenronde om de namen zo goed mogelijk te kennen. En die had ik dus gemist. En ik was hartstikke blij, want ik hoef niemands naam te weten. Ik hoef jullie namen niet te weten, oké? Misschien later, na 2 weken, 3 weken. Het hoeft nu niet voor mij, oké? Enige lastige is dan wel weer dat als ik iemand nodig heb, wat ik het liefst niet wil, dat ik, hé, meisje met die rare kleding. Hé, jongen met die gekke schoenen. Meisje met puist op je voorhoofd. En altijd als ik die dingen zeg, word ik raar aangekeken. Ik bedoel toch, je hebt toch ook rare kleding aan? Je hebt toch ook gekke schoenen aan? Je hebt toch ook een puist op je voorhoofd? Wat moest ik dan zeggen? Blonde die hier rechts naast me zit. Oh ja, dat was ook wel een goeie geweest. Chips! Oké, maakt niet uit. En toen moest iedereen een beetje over zijn vakantie vertellen. En ik hoorde echt super verhalen. Hele leuke verhalen. Het boeide me niet, maar ze waren best leuk. Ja, ik ging met mijn ouders naar New York. En we gingen naar een dierentuin. En het was echt leuk, de dierentuin. Want er waren echt hele grote dieren in. En ik zo in mijn hoofd, het is een dierentuin, schat. Natuurlijk waren er dieren in. Kom op!
Ja, ik was met mijn ouders naar België. Is niet super ver, maar we waren gewoon naar België. En het was echt leuk. We hebben echt genoten. En het weer is daar ongeveer als in Nederland. En ze spreken daar ook een soort Nederlands, maar het klinkt alleen een beetje anders. Ik weet niet hoe je het noemt, maar België, dat was echt leuk. Boring. Nou, ik ben een Roemeen en ik was naar Roemenië, mijn thuisland. En ja, dat is niet als Amsterdam. Dat is echt heel anders. Ja, ik kan jullie niet echt uitleggen wat het anders maakt, maar het is wel heel anders, ja. Ja. Dus je kan het niet uitleggen, maar het is wel heel anders. Bedankt voor deze informatie, echt top! Top! En dat was het moment dat die juffrouw zei, hey Jantje! Jij mag ook vertellen over je vakantie. Wat heb jij gedaan? En toen was er een klein probleempje. Ik begon over een paar dingen na te denken, weet je. Want ik heb niks gedaan in mijn vakantie. Het verste wat ik ben geweest is naar de snackbar. En dat is ongeveer 300 meter verder. En iedereen is naar het buitenland geweest, heeft dit gedaan. Zulke mooie verhalen. En ik dacht, hoe ga ik dit oplossen? Er zat maar één ding op. Ik moest glashard jokken. Ken je dat nog vroeger? In de kring, op de basisschool. En dan verzon je toch een verhaal, joh. Dat je met aliens hebt gevoetbald. En van alles en nog wat. En ik dacht, hey, ik ga mijn brein aan het werk zetten. Niemand kent mij hier. Dus ik ga lekker dingen verzinnen. En jullie gaan het lekker geloven. Oh, waar ik was, juffrouw. Ja, ik ging op vakantie met mijn ouders natuurlijk. En we zijn naar veel, veel plekken geweest. We gingen naar Miami, New York, maar ook naar Argentinië en Brazilië. En ja, en nog meer van dat soort dingen. En toen dacht de juffrouw dat ze slim was, want wat vraagt zij mij? Oh, wat voor soort dingen? Zij mag mij niet. Dat heb ik nu al door. Zij mag mij niet. Maar goed, ik ben voorbereid. Ik kan dit. Daarmee bedoel ik gewoon dat we van alles deden. We gingen skiën. Skiën hebben we vooral gedaan. En zulke dingen bedoel ik meer. En toen kwam een klasgenoot en ze heet Melissa. En waarom weet ik haar naam? Omdat zij tegen mij zei, hey, jouw pet is echt stom. Die vind ik niet mooi. En ik zei, oh, oké, wat is je naam? En zij zo, Melissa. En ik zei, oké, is goed. Dan weet ik welke persoon ik dit jaar de hele dag moet terroriseren. Maar goed, wat zei Melissa? Skiën? Maar je ging alleen maar naar warme landen. Hoe ging je dan skiën? Dus ik zo... Melissa snapt echt niks. Ik bedoel, van je kan toch ook indoor skiën? Je hoeft toch niet altijd buiten? Denk even na, Melissa. En Melissa zo... Oké, sorry. Maar toen ging ik te ver door. Ik draafde te ver door. Want toen zei ik, ja, en ik heb nog veel meer dingen gedaan. Want we gingen ook naar Barcelona. En daar heb ik ook even met FC Barcelona gevoetbald. Was wel gezellig. En toen dacht ik, chips, waarom heb ik dit gezegd? Huh? FC Barcelona, mama. Die waren op trainingskamp in Engeland. Want ik volg FC Barcelona heel goed. Dus dat kan niet. Juffrouw, ik ben klaar met mijn verhaal. Als mensen mij nu al niet geloven, dan houdt het gewoon op. Want ze zien me gewoon als stelletje. Dan hoeft het niet meer. Het is pas de tweede schooldag. We moeten elkaar leren kennen en dan geloof je. Het hoeft niet meer. En de juffrouw zo van, kom op. Hij is vast niet aan het jokken, mensen. Hij heeft helemaal geen reden om te jokken. Jullie moeten hem gewoon geloven. En misschien zit jij fout met FC Barcelona en trainingskamp in Engeland. Dus laat hem met rust. En ik zo... Sukkel! Maar goed, wie was dus in de volgende pauze de man? Hè? Niet hij, niet zij. Ik. Iedereen stelde me vragen over mijn vakantie. En ik zo... Sorry, ik ken de antwoorden niet. Ik ben nog aan het nagenieten van mijn vakantie in mijn hoofd. Dus sorry, andere keer komen we erop terug. Leukste vakantie van de klas. Ook al heb ik het verzonnen, je moet een beetje je fantasie gebruiken. Kom op. Oh ja,
Maar de eerste school, dan had ik het over Bas, die mijn grappie werd. Maar ik ga jullie dat in de volgende aflevering vertellen hoe dat afliep. Dus als je de eerste schooldag niet hebt bekeken, moet je dat nu even gaan doen. Want anders volg je me niet, snap je? Dat was zo'n beetje de samenvatting van mijn tweede schooldag. Willen jullie de volgende schooldag ook weten? 1000 duimpjes omhoog. Dat kan morgen zijn, dat kan overmorgen zijn. We zien het wel wanneer dat het bereikt. Maar ja, wil jij meer Jantje bij Jantje? Willen jullie meer mij? Nou, laat dan een duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal. Abonneerlink staat in de beschrijving. En ga lekker abonneren om lekker alle video's in één keer te krijgen en zo. Blablabla. En tot de volgende keer en doe je best op school. Net als ik. En als jullie meer over mijn schooldagen willen weten, let me know.